De Horstingprijs is ingesteld en vernoemd naar Hans Horsting, de oud-voorzitter van het historisch genootschap Rote Rodanen. Bij zijn afscheid als voorzitter hebben we een prijs ingesteld die we naar hem hebben vernoemd. Om ook andere mensen die dat doen te eren. En ook mensen uit jongere generaties aan te moedigen om zich in te blijven spannen voor de maatschappij. We hebben vandaag twee laureaten. Eén is in zichzelf een verhaal. En de ander maakt mogelijk dat verhalen verteld kunnen worden. Die boy magie. We mogen dit jaar twee prijzen uitreiken. Een oeuvreprijs en die gaat naar Isao Silva. Als hij niet hier geweest was om belangeloos op te komen voor de Kaapverdiaanse mannen en vrouwen die in die tijd naar Nederland kwamen, dan was mijn vader waarschijnlijk weer teruggegaan naar Kaapverdië en dan zat ik daar ergens op in een hutje op de hei. Hij gaat ook naar het verhaalhuis Belvedere, dat is een aanmoedigingsprijs. Ja, ik denk dat Villa Belvedere een heel belangrijk instituut is, omdat het allerlei mensen bij elkaar brengt. Mensen ook uitdaagt om te vertellen over hun verhaal. Wat neem je mee? En ik denk dat het een fantastische manier is om elkaar beter te leren kennen. Liefde en warmte voor elkaar in deze stad. Dus dat is het belangrijkste wat deze prijs denk ik uitdraagt. Ik denk die mensen die hier in Nederland komen, die moeten respect hebben van deze volk. En ze moeten ook meemaken, ook de cultuur van deze volk ook erkennen. Want als je niet erkent de cultuur van een ander volk, dan respecteer je cultuur ook niet. Dus om je cultuur te waarderen, moet je ook cultuur waarderen van waar je woont. Sentiment.